We zijn alweer bij part 3 aangekomen van Weetjes over dieren uit het boek Frisco. Vandaag ga ik dus wat bladzijden voorlezen van De Kleine Muskussos. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ja, dat is. Het is april in het hoge noorden. Het is nog ijskoud en de nachten zijn langer dan de dagen. Toch wordt in dit jaar getijden De Kleine Muskussos geboren. Gelukkig komt hij ter wereld bedekt met een dikke wollen vacht. In Muskussos heeft het sowieso nooit koud. De haren die hem bedekken zijn erg lang. Op zijn nek en borst kunnen die wel 80 centimeter lang worden. Doordat de haren zo dicht bij elkaar groeien, vormen ze een waterdichte vacht. Waterdicht is wel cool. Wie ben ik? De Muskussos. Mijn wetenschappelijke naam is Ophibos moschatus. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik behoor tot de klasse van de zoogdieren en ik ben een planteter. Mijn grootte. Van het puntje van mijn snuit tot het einde van mijn rug ben ik 1,80 tot 2 meter, tot 2,50 meter lang. Mijn staart is 7 tot 12 meter centimeter lang. Mijn gewicht. Ik weeg tussen de 200 en de 400 kilogram. Mijn bijzondere kenmerken. Ik heb een erg dikke vacht. Elke zomer ben ik in de rui. Dan verlies ik mijn lange haar. En groeit mijn wintervacht opnieuw aan. Ik leef op het noordelijke halfrond. Oké, dan ga ik jullie alvast de vraag van de quiz beantwoorden. Wie zal de jonge muskussos beschermen tegen de roofdieren? Antwoord 1. Zijn moeder. Antwoord 2, zijn vader. Antwoord 3, de hele kudde. Doen we in de reacties die antwoord invullen. Oké. Leven in een groep. Een kleine muskussos groeit niet alleen bij zijn moeder op. Hij maakt deel uit van een groepje. Dat bestaat uit enkele moeders. Hun kleintjes zijn vaak andere jonge mannetjes en vrouwtjes. Vaak is een groepje een volwassen mannetje de baas. Het grootste deel van het jaar zwerven ze rond op zoek naar weidegronden. Als het tijd is om zich voor te planten, komen alle groepen bij elkaar en dan vormen ze enorme kuddes. In meer van muskussossen. Een kleine muskussos is beschermd omdat hij midden in de groep leeft. Als er gevaar dreigt, gaan de ossen dicht tegen elkaar in een cirkel staan, met de koppen naar buiten. Zo vormen ze een onneembare vesting. En de kleintjes, die staan in het midden van de cirkel. Goed verdedigd, want met hun enorme lijven en gehoorende koppen houden de muskussossen elk roofdier op afstand. Dat is fijn. Een goed bewapende kop. Wat daar ook gebeurt, de verdediging van de ossen blijft in stand. En de roofdieren aarzelen om dichterbij te komen. Trouwens, de horens van een muskussos zijn een gevreesd wapen. Ze zijn afgeplat op het voorhoofd krullen aan de zijkant naar beneden. En steken aan het einde weer omhoog. Een stoot met de kop en belager vliegt door de lucht. Als hij dan weer op de grond terecht komt, vertrappen de muskussos hem met een zware hoeven. Fijn. Okay, misschien heb je het antwoord gevonden in wat ik voorlas. Maar namelijk, ik ga nog één keer de vraag voorlezen. Dan het antwoord. Oh, misschien heb je het gelezen in het plaatje, ik denk het niet. Oké, het grote plaatje. En dan nog dit kleine plaatje. Oké, dan het tweede bladzijde. Even zo. Oké. Deze vraag nog één keertje voor. Wie zal de jonge muskussos beschermen tegen de roofdieren? Antwoord 1, zijn moeder. Antwoord 2, zijn vader. Antwoord 3, de hele kudde.
Zet de video op stop als je antwoord nog moet invullen. Dan ga ik het nu vertellen. De hele kudde zal een jonge muskusos beschermen tegen de roofdieren. Nou, dat was het dus weer voor deze keer. En ik heb nog niet echt iets te melden. Dus ja, bye bye en tot de volgende keer. Dag!